Nou, ik zelf dacht. Nou, nee, ik was eigenlijk wel gaat bij de drummer is, de pianopartij is verschrikkelijk belangrijk. Ja. En de solo-gitaar van Ed en de rest. Basic, ja precies, want Tubi heeft het ook bezig. Hij heeft de basic, je hoort de piano, je hoort de basgitaar, je hoort de zang. Maar, en hier trekt hij nog een of andere gitaar, maar die doet eigenlijk niet mee. Maar hier circuleert een opname waar helemaal geen piano iets in. En dan denk ik van, je hoort er wel in. Ja, nou, het gaat om de piano. Ja, hij staat op. Heb jij de opname gehoord op YouTube? Ik heb het op YouTube, ja. Ja, dat was hij er niet bij zeker. Dat doen ze inderdaad. Wij horen zelfs kanaries. Nee. Gele kanaries. Herman Brood had gewoon een valse piano. Die Herman Brood had een valse piano. Ja. Een valse piano. Wat ja, een valse piano. Herman. Herman Brood, ja. Had hij een valse piano? Ja. En als hij het niet had, dan speelde hij wel vals. De intro is hetzelfde als couplet. Dat is niet het echte intro, maar dat is op verzoek. Ja, G-F-E-B-L-D. Als jullie gewoon beginnen, dan val ik wel niet met het. Nee, maar jij, maar de piano. Ja, dan ook. Jullie spelen, ik speel hem alleen op de officiële manier. Oké, prima. Ik ben dat het officiële is. Ik heb het al voor dit. De officiële start is deze. Het eerste akkoord is G-mineur. Ja, nee, anders blijft het alleen.
Oké, daar gaat hij. Intro piano. Kom! En heel rustig, want dit was dus veel te snel. Veel te snel, ja. Vond ik ook. Dus nou de intro. Ja, maar nou. Je kunt gewoon in die regel door blijven gaan totdat hij begint. Ook dan ook, ja. Dan gaan we dat afspreken, want als je... Dat is de grap. Officieel zou hij naar de intro moeten beginnen. Jawel, maar... Maar stel nou dat het niet lukt, gaan we die eerste regel blijven halen. Want ik zit namelijk op de klaarjaarsvereniging, dames en heren. Dit is een heel gevoelig nummer. En speciaal spelen wij. En jullie maken, dan spelen we dat maar door. En maar door, en maar door. Voor Bert Bijster, onze grote fan van QB The Blizzard, die man die een enorm verdriet zit nu, nog steeds. Want QB is niet meer, de Blizzard zijn niet meer, die man die weet het niet meer, dus dat doen wij er niet voor. En dan... Even zen. Oké. Hierna houden wij collecten voor zijn winnende. Oké. Welcome back, it's my home.
hey, maar ik vind de tweede solo niet zo gek. Want het is aan twee completen, één solo. Ja, dan een compleet. En dan een compleet. Dat vind ik niet zo gek. Ja, nee, precies. Want ik vind het mooie solo. Moet er één doen. Twee tonen. Ja. Dus dat kan wel, hè. Maar, ja, de vorige keer had je me zo veel meer mooie echo jankerig staan. Hij is nu zo hard. Ik was een hele mooie, een hele jankerig, een hele hoge. Oh, die Defender. Toen speelde hij van Defender. Volgens mij, ja. Of niet? Ik vind hem wel mooi. Ja, nee, wacht. Hij speelt hem niet op een Fender hoor. Nee, hij speelt hem echt op. Op de Gibson, ja? Op de Gibson, op Modern Brothers. Ja. Ik vind hem ook mooi. Ja, hij is goed hoor. Hij is heel subtiel. Ja, nee, maar hij speelt, je kan echt gewoon, hij gebruikt dus van die Modern Brothers. Nee. Maar hij direct naar de solo. Gelijk weer beginnen. Ja. Dus dat is wat. Nu wacht je even, wij vinden het op. Maar. Is dat dan beter dit geluid? Wacht hier naar. Ik vind dat mooi. Dat het mag heel erg in door een keer wel mag is hier. Ja. Ja. Wat is het? Ja. Niet dat scherp. Maar je kunt hooguit zeggen dat hij te hard staat. Ja, hij staat te hard. Maar kijk op. Het is allemaal wat hoor. Ik ook niet. Maar ja, goed, ik snuif een beetje op. Ja. Ik zou nog een keer.